ik zit niet in de porno, maar als ik in de porno had gezeten, dan zou mijn naam uit verschillende delen bestaan. Monster, in bed, ja, 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 dan moet je natuurlijk een beetje een stoere naam hebben. Zeemonster, want je gaat natuurlijk ergens induiken waar een beetje nat is. Dan heb je ook nog klein, kleine zeemonster. Waarom klein? Hij lijkt klein, maar op een gegeven moment wordt hij gigantisch en dan wordt het helemaal nat en Tasmanian Devil, jongen. Word helemaal gek, jongen. God, zit hij gewoon in de weg. Zie je? Hij groeit gewoon helemaal naar boven toe. Doe even wegstoppen, hoor. Ja, dat is lastig. Ik zeg altijd maar, eenmaal bruin, dan loopt de schuin. En ik heb een hoop meisjes schuin zien lopen. Een hoop vrouwen schuin zien lopen. Die hadden geen handicap, kan ik u verzekeren. Pas maar op. Voor de mensen die het dus niet weten, ik heb 2 honden. Elke hondenbezitter die gaat dit herkennen. Zodra je hond aan het uitlaten bent, dan kom je op een stuk waar ze los mogen. Je zit even in je telefoon en je vergeet even dat je hond er ook is. Op een gegeven moment ga je je hond zoeken, je kijkt voor je en je ziet de hond niet. Je draait je eigen om en je ziet je hond nog steeds niet. In de tussentijd loopt de hond, terwijl jij aan het draaien bent, naar de andere kant. En dan ben je hem daar kwijt en aan die kant ben je hem kwijt. En even in een split second denk je, verdomme, waar is mijn hond? En in die tussentijd staat jouw hond daar naar jou te kijken van, hé, koekoek, ik sta hier, des irritant. Dat is toch logisch? Ik zou willen weten welke vrouwen op men zouden vallen. En er zijn er al niet veel. Dus dat zou heel erg helpen, ja. Gelukkig heb ik er eentje kunnen vinden die mij nou knap genoeg vindt. In mijn volle vislippen. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt. Het zou makkelijker zijn als ik eerder had geweten dat ze op men zou vallen. Ik zou op zoek gaan naar het diepste geheimen. En die zou ik tegen haar gebruiken. Of ik zou zeggen, hey, wil de beschuitje verrijden, want ik weet dat jij me wel ziet zitten. Dat zou ik wel willen weten. Hebben jullie nou ook een vraag voor men? Stel hem hieronder in de comments. En wie weet beantwoord ik jou een vraag wel de volgende keer. En vergeet alsjeblieft niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Comedy Central.